Wij spijkeren in de stijl van Martin Luther stellingen op de kerkdeur, omdat wij misstand willen aanklagen. Kerkgangers van de Lutherse kerk aan de Prins Hendrikstraat in Nijmegen protesteerden geheel in stijl van Martin Luther, de geestelijk vader van het protestantisme. Wij spijkeren in de stijl van Martin Luther stellingen op de kerkdeur, omdat wij misstand willen aanklagen. Die misstand is dat ons kerkgebouw verkocht dreigt te worden aan een particulier en dan eigenlijk zijn functie als kerk verliest. De kerkenraad van Luthers Zuid-Nederland beslist over de toekomst van de kerk en vergadert binnenkort over het bod dat ze hebben ontvangen van een particulier. Met deze actie willen de Lutheranen het gesprek aangaan tussen hen en de kerkenraad. Nou, het is een uitnodiging om tot debat te komen. Het is eigenlijk een uitnodiging voor gesprek. Om te praten over de verkoop van dit gebouw, waarbij wij naar voren willen brengen hoe wij erover denken. De Lutheranen willen dat de kerk in zijn oorspronkelijke functie wordt doorgegeven. Nou, de kerk moet behouden blijven voor de volgende generaties. We hebben deze kerk gratis voor niets gekregen van ons voorgeslacht. Al 350 jaar geleden zijn de Lutheranen hier in Nijmegen gekomen en hebben hier een plek gemaakt voor samenkomst, om troost te vinden, om inspiratie te vinden. Wij vinden dat je deze plek niet zomaar weg mag doen. Wij hebben de plicht om de kerk door te geven aan toekomstige generaties Lutheranen. Zowel kerkenraad als beoogd nieuwe eigenaar van de kerk willen niet op de actie reageren. Volgens de voorzitter staan de meeste kerkgangers in ieder geval achter de actie. Overgrote deel van de actieve leden van deze kerk steunt deze actie en steunt het alternatief voor verkoop aan een particulier.